De nieuwe gemeenteraad van Pelemaas is vorige week donderdag geïnstalleerd. Er werden 5 nieuwe raadsleden benoemd. Maar wie zijn dat precies? Een gesprek met deze nieuwe vertegenwoordigers in de raad. Suzanne Hermans, van harte gefeliciteerd. Zojuist beëdigd als gemeenteraadslid. Voor de allereerste keer neem ik aan. Dat klopt, ja, dank u wel. En hoe komt iemand in de politiek terecht? Interesse en eens een keertje wat bijwonen. En ik draai al een aantal jaren mee binnen de VVD, op de achtergrond. En nu vond ik het wel tijd om wat meer op de voorgrond dan wat actiever mee te draaien. Ben je nu raadslid naast je werk? Ja, dat is naast mijn werk. Ja. Voor werk doe je? Ik ben bedrijfsjurist bij Beerde Mode en Wonen. Dus ik hoef niet te vragen wat de expertise van jou is. Nee, dat is wel vanzelfsprekend. Ja, ja, het juridische vlak is wel mijn passie. Ja. En oorspronkelijk uit welk dorp, uit welke kern moet ik zeggen? Uit Baarlo. Uit Baarlo. Waar verheug je het meest op als gemeenteraadslid of waar kijk je het meest tegenop? Het is voor mij eigenlijk allemaal heel nieuw, dus wat dat betreft is het wel heel spannend. Ja, ik verheug me op om mee te draaien, deel te mogen nemen, mee te mogen besluiten. En ja, waar kijk ik tegenop? Ja, ik laat het gewoon om afkomen. En hoe ziet nu een week van een gemeenteraadslid eruit? Misschien is dat nu nog te vroeg om te vragen, maar er werd al gezegd heel wat avonden weg. Verwacht je dat ook? Ja, dat verwacht ik wel. Ik verwacht wel dat je 2 avonden in de week wel hier bent. In ieder geval in het gemeentehuis en daarnaast thuis de nodige voorbereiding. Veel stukken lezen. Dat denk ik wel, ja. Angela van Rooij, van harte gefeliciteerd. Zojuist beëdigd. Maar het zal maar van korte duur zijn waarschijnlijk, of niet? Nou, dat is gewoon even de vraag. Hè? Dat ligt eraan of er wethouders komen uit onze groep. Dus het zal benieuwen, het is gewoon even afwachten. Want op dit moment ben je eigenlijk invaller voor Ebi, totdat zij 18 jaar is. Klopt, Ebi wordt in januari 18 en tot die periode ga ik dit proces in. En waar ga je mee bezighouden in de gemeente? Nou, dat gaan we nog even overleggen in de fractie. Maar met name eigenlijk voor planningen zit ik in de raad. Maar naast je gemeenteraadswerk heb je nog ander werk. Hè? Waar kennen ze jou van? Ik denk dat ze mij kennen van... ik ben zelfstandig ondernemer in het centrum van Panningen. En dat doe ik al een hele poos. En daarom denk ik dat ik zoveel stemmen heb gekregen. Ja. Dus je kan misschien iets doen voor de middenstand? Of voor de mensen die dezelfde... het centrum? Voor het centrum. Voor de mensen, al die mensen die in het centrum komen. Dus voor heel Pelemaas eigenlijk. Ja. Wanneer wordt EBI 18? Ebi wordt in januari 18. Volgens mij 20 januari uit mijn hoofd. Dus tot die tijd zeker? Tot die tijd zeker. En daarna zien we wel verder. Sander Jansen, lokaal Pelemaas, zojuist beëdigd. Ook aan jou van harte gefeliciteerd. Waar ga je mee bezighouden de komende jaren? Nou, we moeten de eerste fractievergadering nog hebben. Dus we hebben nog geen portefeuilleverdeling gemaakt. Ik ben bovenmatig geïnteresseerd in alles wat er in de gemeenschap speelt. Dus ja, wat ik al zei, we moeten het gewoon nog even gaan verdelen onder de overige fracties. Vast en zeker heb je een bepaalde voorkeur voor iets? Ja, persoonlijk heb ik iets meer een voorkeur voor de wat hardere sector in plaats van de wat zachtere sector. Wat is de hardere sector? De ruimtelijke ordening kant, veiligheid, die kant, dat trekt me iets meer dan de zorgkant en het sociaal domein. Heeft dat ook met je werk te maken? Nee, dat heeft eigenlijk helemaal niet met mijn werk te maken. Maar dat is gewoon iets meer bovenmatig interesse dan de rest van de zaken die in bod zijn gekomen. Welke werkzaamheden verricht je nog meer? Buiten het werk wat ik voor een baas doe of in mijn vrije tijd nog? Nou ja, laten we zo zeggen. Dit is één van jouw taken, maar je zal nog wel iets doen hiernaast, denk ik. Ja, dat klopt. Nee, ik ben ambtenaar binnen de gemeente Leudal. En daarmee hou ik mij bezig met de optimalisering van digitale dienstverlening. Dat is eigenlijk mijn voornaamste beroep. En daarna heb ik nog zitting in 2 besturen van lokale stichtingen. Dus daar kun je een beetje afkijken waar we hiervan kunnen profiteren. Nou, ik heb die vraag al meerdere keren gehad. Maar ik moet eerlijk zeggen, het politieke domein is toch wel erg afgeschermd van het ambtelijke domein. Dus voor mij is dit ook een hele grote verrassing. En ik werk al 15 jaar binnen de gemeente. En toch blijf ik het fascinerend vinden hoe een politiek orgaan opereert ten opzichte van een ambtelijk orgaan. Dus nee, in geen enkele mogelijkheid is dat eigenlijk voor mij in ieder geval te vergelijken. Waarom heb je dan voor die politiek gekozen?
Er is gewoon een grote bovenmatige interesse in alles wat er in de samenleving speelt. En ik denk als een van de 27 raadsleden heb je de eer om voor 43.000 mensen in ieder geval iets te kunnen betekenen. En dat wil ik volledig naar eer en geweten uitvoeren, die taak. En ik wil dan ook iedereen in ieder geval in Baarlo bedanken voor het vertrouwen wat ze in mij hebben. En ik zal ook zeker hun belangen behartigen in de Raad van Pelemaas. Jullie voorman gaat zo meteen onderhandelen of ze eventueel de coalitie komen. Moet lokaal Pelemaas erbij komen? Ja, uiteraard. Vanaf de collegebank heb je uiteraard net wat meer in de pap te brokkelen. Kun je net wat meer van je ambities bewerkstelligen. Dus vanuit die hoedanig, ja, absoluut. Dit is een tip voor het CDA. Die tip denk ik dat al vele malen geland is bij het CDA. Ja, de eerste vraag wordt, ben je daar klaar voor? Natuurlijk ben ik er klaar voor. Hoe kun je daarop voorbereiden op raadsen? Hoe kun je daarop voorbereiden? Goed bestuderen van de stukken. Het gaat om feiten en cijfers. En zeggen wat je denkt. Wat je mening is. Is dat de aard van Sandy Jans? Zeggen wat je denkt? Ja. Ik ben wel openhartig en recht door zee. De eerste fractievergadering moet misschien nog komen hoe de rollen verdeeld worden. Maar waar hoop je je mee bezig te houden? Ik zit toch meer op een economisch vlak. Heeft dat ook met je werk te maken? Dat heeft ook met mijn werk te maken. Want wat doe je hiernaast? Ik werk zelf in de agrosector. Maar uiteindelijk als CDA bij kerndorpen. Ik kom zelf uit Meijl. En Meijl zal voor mij als dorp binnen Pelemaas natuurlijk ook wel een speciale aandacht hebben. Meijl is zich al heel erg aan het ontwikkelen. Wat moet er nog meer veranderen in Meijl? Wel het peelgeluk. Peelgeluk. Hè. We zijn voor zelfsturing. Dat is wel duidelijk. En daar willen we de mensen bij helpen. Het kan alleen maar meer worden. Meer zelfsturing. Ze noemen het zelfsturing 3.0 volgens mij in de gemeente, of niet? Ja. Ja. Daar ben je wel voor. Daar is de CDA voor. Joep Hermans, van harte gefeliciteerd, zojuist beëdigd. Een belangrijk moment. Dank u wel. Ja, het is natuurlijk iets anders om het voor de eerste keer mee te maken. Hè? Ik heb hier 44 jaar bij de gemeente gewerkt. Ik ben de laatste 3 jaar was ik voorlichter van de gemeenteraad. Dus ik mocht het altijd vanuit een andere hoek beschouwen. Heeft u zich nooit geërgerd in die tijd van, god, die gemeenteraadsleden komen wel met hele rare vragen aanzetten? Nee, maar ik vond wel vaker dat het wel wat lang duurde. En, dus met Joep Hermans in de raad gaat het een stuk sneller? Nou, wat mezelf betreft denk ik wel, ja. Ik zou wat korter door de bocht gaan, ja. Dus me nu eens een keer van de andere kant bekijken. Maar hoe keek u er dan altijd naar toen u hier werkte? Dacht u dan, ik wil ook een keer in de raad komen? Nee, die gedachte is eigenlijk nooit bij me opgekomen. Pas toen ik met pensioen ben gegaan. Dat was net te laat voor de vorige verkiezingen. In 2014. Nou, ik dacht van nou een herkansing in 2018. Omdat ik toch een aantal jaren had ik mij bezig kunnen houden met het dorpsoverleg. Ik heb me bezig gehouden met tijdschrift De Moenik. Daar heb ik voor geschreven. Zit ook in de redactie. De kleinkinderen heb ik eigenlijk zo'n beetje mee grootgebracht. Dus de nodige luiertjes verwisseld. Dus ik heb de kleinkinderen eigenlijk van meet af aan naar 6 jaar zien gaan. Ja, dat was natuurlijk ook een hele vermakelijke en een prachtige tijd. En nu zijn die kleinkinderen alweer een beetje groter geworden. En dan gaat opa zich eigenlijk inzetten voor de gemeenschap. Nou, ik kreeg zoveel geluiden in Heldendorp van ja, we willen eigenlijk wel wat investeringen gaan doen in Heldendorp. De veiligheid speelde in Heldendorp. De bossen, daar kregen we heel veel signalen van, zeg maar, dat het er behoorlijk aan toe ging in de bossen. Wat gebeurt er in de bossen dan? Nou, er is flink gekapt, om het zo maar eens te zeggen. En grootschalig gekapt. En ja, daar maakten mensen zich ook zorgen over. Ja, en een ander doel wat ik eigenlijk voor ogen heb, dat is jongvolwassenen met een beperking die geen woning kunnen vinden.